geloof niet dat ik lieg als ik zeg dat mijn wereld niet instortte of zo. Of dat prijzen leuk zijn, maar ook niet alles bepalend. De creatieve vrijheden die je krijgt bij het maken van korte animatiefilms, die je zelf verzint, zelf uitwerkt, zelf vormgeeft, zelf helemaal afwerkt. Ja, dat is het leukste wat er is. De uitdaging is aangaan van, kan deze film niet per se een antwoord bieden, maar kan het de vragen stellen. En dat is volgens mij wel gelukt en daar ben ik wel heel blij mee. Ik had niet zo'n duidelijk moment zoals sommige filmmakers die echt enorm geïnspireerd werden door bepaalde films. Het was bij mij een beetje zoeken geblazen, maar ik was nog heel jong en op de middelbare school was een docent die dacht wel iets in mij te zien. Hij zei van misschien moet je bij de filmacademie eens kijken, want ik schreef wel verhalen en ik hield van kunst en tekenen en zo. Maar ik kom uit een klein dorpje, heel weinig kunst daar en ook zeker geen film. De eerstvolgende bioscoop was 15 kilometer verderop. Toen ging ik me aanmelden, maar zij zeiden van nou, je bent volgens mij nog 17, ga maar even een beetje leven. Dus dat ging ik doen. Ik ging naar Den Haag, naar de Vrije Academie. En daar was een soort filmworkshop, Frans Zwartjes. Dat is een vrij bekende filmmaker uit de jaren 60. Die leidde dat. Ik heb hem daar nooit gezien, maar wel een team. Bijvoorbeeld Reinier van Brummelen is een cameraman die net genomineerd was dit jaar. Die was daar bijvoorbeeld een van de begeleiders. En nou ja, ik heb daar wat filmpjes gemaakt en me weer aangemeld. En toen zei iemand, je moet gewoon zeggen dat je wil monteren, want daar hebben ze te weinig van. Dus dat zei ik. En toen kwam ik op de filmacademie. En eenmaal daar ging ik mijn eigen scriptjes natuurlijk verfilmen. En toen viel alles op zijn plaats. Toen dacht ik, ja, dit is het. Dus het was eigenlijk een beetje een proces. Meer dan een plan. Ik weet wel dat ik een regieassistent had. Die was een stuk ouder. En hij zat... Hij was nog niet op de filmacademie, maar hij ging nog naar de film. Dat was Paul Ruven. En Paul Ruven had allemaal tips over hoe je met acteurs moest omgaan. En dat vreselijke mensen waren, gevaarlijke mensen die elkaar de hersens wilden inslaan. Dus ik was helemaal tot de tanden gewapend. Het was niet nodig daar nog wel om te lachen. Nee, ik vanaf dat ik het ging doen, ik hou van het groepsproces. Dus dat verschillende mensen hun ideeën samenbrengen. En dat is gebleven eigenlijk. Dus ik weet niet wat ik leer. Ja, ik leerde eigenlijk dat ik werkte graag met acteurs. Toen leerde ik dat ik dat leuk vond. En dat is gebleven. Ik maak al heel lang films. Dan valt het wel een beetje mee. Ik ontwikkel altijd heel veel films tegelijkertijd. Dus ben dan iets aan het schrijven of ik word gevraagd voor iets. En ik kan best veel dingen tegelijk, zeg maar, tot op zekere hoogte tegelijk. We zijn natuurlijk best wel afhankelijk van subsidie of van omroep. En als die dan nee zeggen, dan moet je anders helemaal opnieuw beginnen. Dus dat heb ik al vrij snel gedaan. Dat ik dan gewoon altijd, ik ben altijd aan het schrijven sowieso aan iets. Of met of zonder geld. En dus dat is een van de geheimen. Het andere is dat ik eigenlijk, ik geloof dat ik wel een beetje workaholic ben. Of verslaafde, werkverslaafde. Hetzelfde. En een van onze grondbeginselen was bij het oprichten van de studio dat wij vrij werk wilden maken. We wilden korte animatiefilms maken vanuit onszelf. De creatieve vrijheden die je krijgt bij het maken van korte animatiefilms, die je zelf verzint, zelf uitwerkt, zelf vormgeeft, zelf helemaal afwerkt. Ja, dat is het leukste wat er is. Het was een korte ideetje van een studentenfilm in het tweede jaar. En uiteindelijk waren we eigenlijk genoodzaakt of wilden we heel graag een nieuwe film beginnen. En toen hebben we dat ideetje gewoon gepakt en zijn daar verder mee doorgegaan met een Rubik's Cube die opgelost wilde worden. Dit is denk ik de eerste
het eerste project of de eerste film waarbij er echt tijd en ruimte was om te onderzoeken wat je ermee kunt doen. Dus met het medium aan zich, dus met geluid, beeld, acteurs, tekst, dus het hele pakket, maar dan ook met een cameraman, een lichtman, een geluidsman en de nabewerking ook. Ik voel dat de muziek en de manier waarop we geknipt hebben en gekleurd, dat echt iets soort van doet. Dus mensen komen terug met een gevoel van ik heb iets gevoel bij je film, of ik ben er zenuwachtig van geworden of een beetje akelig. En toen dacht ik van dus dat is gelukt. En daar ben ik heel trots op, dat het wel echt de uitdaging is aangaan van kan deze film niet per se een antwoord bieden, maar kan het de vragen stellen. En dat is volgens mij wel gelukt en daar ben ik wel heel blij mee. Het was op de productiekantoor van de producent en we keken online, want het was daar 5:00 middags of zo. Dus bij ons, hoe zat het nou ook weer? Nou, het was in elk geval een raar tijdstip en we keken met z'n allen naar de computer en we waren erbij. Dus het was heel surrealistisch. Dus we zijn met iedereen vertrokken, ik geloof dat met 4 actrices en de producent. We hadden een team van 6 vrouwen bij de Oscaravond. We kwamen er ook allemaal in. We hadden allemaal via connecties allemaal kaartjes bemachtigd. Dus we zaten met een hele vrouwendelegatie. Dat is heel leuk. Het is misschien heel geweldig om een Oscar te krijgen. Maar de mensen die ik ken, de Nederlandse mensen die ik ken met een Oscar, hebben daarna toch ook wel problemen gehad om verder internationaal te werken. Dus ik weet het eigenlijk niet of je er heel veel mee opschiet. Wel als je... Nou ja, het geeft je credibility en waarschijnlijk gaan er deuren open. Maar ja, Ik geloof niet dat ik lieg als ik zeg dat mijn wereld niet instortte of zo. Of dat prijzen leuk zijn, maar ook niet alles bepalend. Nee, ik dacht bij Lucia de B waren we op de shortlist van 8. Toen dacht ik, het gaat misschien wel weer gebeuren. Maar het gebeurde niet. Antonio kwam niet op die shortlist van 8. Of de longlist eigenlijk heet dat. Dus het zijn ook 89 films. En ik ken inmiddels best wel veel mensen in Hollywood. En die ook een aantal zitten in die... voor een filmcommittee. En het zijn hele serieuze mensen. Ze doen het allemaal wel heel consensueus en heel eerlijk. Dus er zijn dan gewoon 89 goede films. Dus het zegt ook niet zoveel dat je er dan niet bij zit. Ik heb geen plan. Dus ik doe maar wat eigenlijk. Dus er komt weer een film, een Nederlandse film, dan ga ik die weer maken. En ik heb wel een agent in Amerika en ik kom daar ook wel regelmatig. Ik weet niet, dan ben ik weer thuis en dan gaat het leven hier weer verder. Dus vooralsnog ga ik op 2 sporen en wat er gemaakt kan worden, dat maak ik. Ik denk dat eigenlijk andere mensen dat beter kunnen zeggen. Maar bijvoorbeeld bij de première van mijn nieuwe film, Kleine IJstijd, toen zeiden een paar mensen, dit is echt een film van jou. En dat betekent dan dat de humor bijvoorbeeld komt voort uit problemen of uit drama. Het is meer dramedy dan comedy. En er zit altijd een beetje een melancholieke touch aan. Dus ik denk dat dat het is. Oh, dat is gewoon hoe je in het leven staat. Dat is gewoon mijn aard, denk ik.